Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En je kunt al zien, we zijn inmiddels in het voertuig. We hebben zojuist de briefing gehad. En ik ben vandaag weer... ik vraag me eigenlijk af... We hebben nog nooit een vlog opgenomen. Nee. Maar ik denk dat mensen jou misschien wel herkennen. Zeker van de TikToks. Je bent al trouwens een heel klein rolletje in mijn vlog voorgekomen. Ja. Dat klopt. In de dienst in Uithoorn, want daar kwam je oorspronkelijk vandaan. Ja, klopt. En waar zijn we nu? Wij zijn nu op het basisteam HLT en dat is Hillegom Lisse en de gemeente Teylingen. En daar ben ik na Uithoorn terechtgekomen, daar heb ik gesolliciteerd. Want jouw functie is nu jeugdagent, hè? Ja, ik ben nu senior jeugd. Mm-hmm. En eerst naar Uithoorn was ik natuurlijk hoofdagent. En nu mag ik doen wat ik heel leuk vind, dat is het jeugd. Ja, wij rijden de noodhulp, wij zijn de 6101. Mm-hmm. Dus we zijn beschikbaar voor de meldkamer. Hoe lang zit je nu exact in het werkgebied? Bijna 3 maanden, denk ik. 3 maanden? Ja. Dus, maar hoe goed ken je de weg al? Of gaan we al een beetje verdwalen? Weet je, ik zeg altijd maar, we gaan het zien. En als we verdwalen, dan vinden we vast wel weer de weg terug. Ben benieuwd. Ja. Hey, even voor mij een beeld voor me. Uithoorn, dat was eenheid Amsterdam. En dit valt dan in de eenheid Den Haag. Hè? Ja, klopt. Dus dat zit, oké. Okay. Nou, voor de kijkers die dat niet wisten, weten jullie het ook weer. Scooter onder auto gekomen, melden ziet vanaf een afstand op een kruising te val gekomen. De stuurder ligt nog langer op de weg, melden heeft zelf niet zien gebeuren. Aanrijding, scooter, voertuig. Toestemming onderweg. We zitten inmiddels weer eventjes in het voertuig. We waren hier te plaatsen bij de aanrijding. Maar er waren een aantal collega's die wat eerder in de buurt waren. En de melding kwam in eerste instantie vrij heftig binnen. Dat er een scooter onder een voertuig zou liggen. Eén persoon op het wegdek, onbekend wat er aan de hand is. Dus de eerste eenheden waren snel te plaatsen. We hebben iets van 5, 6 eenheden aangestuurd. En de radio gaat gelijk aan op het moment dat Dana de sleutel aan de huis. Ik zal het niet verwachten. Okay. Maar in ieder geval, het ongeluk valt gelukkig mee. Dat was alleen een mevrouw onderuit gegaan, zoals ik niet begrepen heb. En die wordt nu onderzocht in de ambulance. Dus eigenlijk, wij kunnen weer met vervolg. Wordt ook verder niet echt... er is verder geen inzet meer nodig. En je had net een grappig filmpje gemaakt. Ja, nou ja, weet je, ik heb aan het begin van de dienst nog gezegd tegen Jan Willem, moet je geen winterjas mee, want er staat het een en ander qua regen gepland. Maar meneer vond dat niet nodig. Ik dacht, dat is niet nodig. Want, en het nu is blijkt warm. Dat het gewoon
net even goed uit de hemel kon vallen. Dus ja, en ik had de autosleutel en meneer kon niet naar binnen. Nou, let's go. Plak het videootje wel weer in. Hey, hoe vind je de regen? Wil je de auto open hebben misschien? Ja, dat is wel fijn. De regen is wat minder fijn, maar het hoort erbij. Hè? Nou, zullen we hem maar openklikken dan? Travis bij u? Ja, man. De reden dat u even aan de kant zet is, wil u even aanspreken of niet dragen van de autogordel? Ja, ook beter. Kan wel eens moeite zijn, maar ik ben ook weer even. Neem je ook een vlogje op dan nu, of niet? Dat doe ik altijd, ja. Echt? Ja. Dat leuk, man. Nou, even nog een keer. Het is inmiddels 5:30. Wat gaan we doen? Even plassen. En dan moeten we even gaan bedenken wat we gaan eten. Want jij hebt wel eten mee, maar... Ja, ik word omgehaald om iets anders te halen. Ja, ik stel voor dat we gewoon wat lekkers gaan halen. We gaan eens even kijken wat we gaan eten. Hé, hey, maar even voor het qua werk. We hebben natuurlijk net alleen die aanrijding gehad waar we uiteindelijk ook niet veel hoeven te doen. Is dit nou een beetje gebruikelijk voor het werkgebied? Het is nu nog vrij rustig. Ik denk dat je wel kan zeggen dat het hier rennen of stilstaan is. Ja, ik ben ondertussen aan het inparkeren, hoor. Ja, nee, gaat allemaal soepel. Ja, ik denk dat het hier rennen of stilstaan is. De ene dag is het wat drukker dan de andere dag. Nu is het wel vrijdagavond, dus ik verwacht wel dat het straks iets drukker gaat worden. En anders dan gaan we op zoek naar werk natuurlijk. En dan gaan we de jeugdplek even wachten. Ja, gaan we doen. De reden dat we even aan de kant nemen is het. I don't know this because I am here. Ja, doe maar. Fourth week now. Yeah. Okay, do you have some idea with your passport or? Yes. Yeah. Okay. Only one. Well, think about it. Don't use your phone anymore. Okay, no problem. Now I understand. Filed a warning on your name. Yeah. So next time the police officer or something from the law enforcement stops you over, okay, and you see with your phone in your hands, okay, and you say, I didn't know. He can read it, okay. He says, no, you're lying, okay, man. You haven't been warned before. Okay. No problem. Yeah? Yes? No problem. Okay, have a nice Enjoy evening. Have a nice evening. Je krijgt dus een melding, of eigenlijk even een klusje van binnenuit, zoals we het noemen. Dus dan komt de melding niet via het OC binnen, maar op het, ja, bij het bureau, bij de OPCO. Ik heb hem even in te lezen hier. Het gaat namelijk om dat we even camerabeelden willen ophalen bij een locatie waar vannacht of vandaag of vanmiddag een aantal personen rondom het complex hebben gelopen en heel veel aandacht hadden voor mogelijk de fietsen. En daar heb ik begrepen hier van Dena net dat... Ja, hier in de omgeving veel fietsen die gestolen zijn. Dus we gaan even de camerabeelden ophalen om te kijken of we daar herkenning in ieder geval uit kunnen krijgen. En om te kijken of we daar verder wat mee kunnen. Dus onderweg. 61-09, over. 61-09, ik ga koppelen aan de melding. Goedenavond. Hi. Als het goed is had u gebeld. Ja. Voor beelden. Klopt, ja. Je mag graag meekomen. Ja, is dat... Ja. Ja, het is wel helder. Hij zit heel toeristisch. Ja. Ja.
zal hem even terugleggen. Ik weet niet waar hij hoort. Ik weet dat de kraan druk is, maar we willen het voertuig hier in beslag nemen. We zitten inmiddels weer eventjes in het voertuig, zoals je kunt zien. We waren eerder even bezig geweest met het ophalen van die beelden, dus dat hebben we gedaan. Ja, wij komen net bij het jongerenwerk vandaan in Hillegom. Daar hebben we even met wat jeugd gesproken en even met de jongerenwerker Remco, die was er. Dus daar hebben we ook even gezellig mee gesproken. En ja, eigenlijk proberen zowel ik als de wijkagenten als de andere jeugdcoördinator dat eigenlijk zoveel mogelijk te doen. Om in contact te komen met de jongerenwerkers, maar ook met de jeugd. Nou, ik zit hier natuurlijk nog niet zo lang, dus voor mij is het ook wel goed om even elkaar goed te leren kennen. Dus daar komen wij nu net vandaan. Het was op zich wel druk, toch? Zo goed weinig. Ja, nou, het was ongeveer 15 man jeugd. Dus dat is wel, ze hadden net een kookcafé gehad. Dus dan gaan ze koken met die jongeren. In ieder geval tegen het verkeer in. Omgeving, negeren stopteken ook. Ja, zeg het maar voor de 6101. Nou, ik rijd in het centrum van Lisse. Had hij een scherm voorop of was het gewoon alleen maar een blommertje? Die heeft het wel gehad van vuurwerk, dan zou ik het goed opzoeken. Misschien dat dat toch de moeite waard is om bij zijn huis te kijken. Kijk, ik had het idee toen ik daar die straten die een jongen terugschoot van de scooter. Dus toen dacht ik of schuren gedumpt, weet je wel. Beide licht getint, de vrouw heeft een rode legging aan en de man een zwarte pet. Ik hoop dat ze nog wel wat meer aan hebben, maar dat staat er niet. Hij is handmatig uitgeschakeld. Waren dit ze? Ja. Hoeft niet, vriend. Je mag gewoon normaal blijven staan, maar ik wil niet dat je je handen in je zak hebt. We zitten inmiddels weer in het voertuig zoals je kunt zien. We hadden een aantal meldingen die ineens, zo kun je het net zien, de hele dienst was super rustig. En toen kwamen een aantal dingen tegelijk.
In eerste instantie troffen we deze een motorscooter aan, waarvan tenminste het rijgedrag viel op. En daarna zagen we ineens dat de kentekenplaat helemaal was afgetaped. En geen helm. En geen helm op, inderdaad. Nou, dat zijn allemaal dingen die wel opvallen. En toen keek hij af achterom deze capuchon wat verderop. En toen ging hij weer eigenlijk twee straten en gelijk het fietspad in, waar we met de auto niet bij konden komen. In dit geval hadden we de luxe dat de heli heel snel in het gebied was. Dus die is meewezen zoeken. Een aantal collega's kwamen vanuit de omliggende gebieden ook aan, motorrijders en voertuigen. In de omgeving gezocht. Er waren een hoop bewoners ook in de wijk. Die spraken later van een tweede mogelijke verdachte in dit geval. Die ook gauw wegrennen met zijn capuchon op in de struiken. Nou hebben wij natuurlijk wel het vermoeden als je op deze wijze zo met je brommer of scooter, motorscooter in dit geval, op die manier ook aftaped. Dat er meer aan de hand is dan alleen wat verkeersgedrag. Maar dat is een aanname, kunnen we natuurlijk niet bewijzen. Maar zeker met zo'n tweede verdachte die er vandoor gaat, is dat wel zeer verdacht, zal ik maar zeggen. Ja. Daarna waren wat brommers en scooters en motoren in de omgeving gecontroleerd. Wij gingen we eentje kijken waar de collega's zeiden, hey, is dit er mogelijk? Toen we daar stonden bleek dat niet de goede te zijn. Nee. Toen kwam er een melding dat er iets verderop bij de parkeergarage een verdachte situatie was waar melder zag drie personen met mogelijke bivakmutsen bij winkels lopen. Nou, dat is natuurlijk ook enorm verdacht, zeker rondom sluitingstijd dat het was of is. Gebouw omsingeld en eigenlijk op dat moment kwamen drie personen naar beneden lopen en getuigen zeiden ze, ja dat zijn ze. Dus de heren gecontroleerd waren allemaal zeer jong, tussen de 12 en 15 jaar ongeveer. Ja. Drie heren, gecontroleerd, sommigen hadden ook geen ID-kaart bij zich en we troffen wat attributen aan voor softdrugs. En een bivakmuts. Een bivakmuts en een priem. En zo'n priem, weet je ook, gereedschap die vaak wordt gebruikt voor het inbreken van autoraampjes bijvoorbeeld. Openbreken van scootersloten ook nog wel eens, of kleine fietssloten. Dus eigenlijk inbrekerswerktuigen in deze omstandigheden. We hadden bij de heren zeggen van, nee, dat is niet mijn bivakmuts, die hebben we gevonden. Nee, dat is niet mijn priem, die hebben we gevonden. Ja, maar het mooie was dat het heeft heel hard geregend net. Echt heel hard. En als ze de bivakmuts gevonden hadden, had die natuurlijk ook doorweekt moeten zijn. En dat was die niet. Dus het ene smoesje na het andere smoesje kwam voorbij. Maar opgehaald door ouders. In dit geval is het ook strafrechtelijk. Strafrechtelijk is in die zin nog niet veel gebeurd. Behalve dat ze op de APV vermoed ik wel voor inbreekswerktuigen en dat soort zaken, baldadigheid, zouden we dus nog verbaal kunnen opmaken. Alleen in dit geval vonden wij met de collega's, die jongens zijn allemaal zo jong, dat het veel beter is dit goed vast te leggen, jeugdzorgmeldingen om te maken en het overdragen aan de ouders, gezien de zeer jonge leeftijd. Dus daarmee is die melding ook weer afgedaan. Gaan we nu in het bureau even dingen verwerken in de administratie en dan... Zit erop of hebben we nog kans voor een kleine melding? Ik denk dat we nog wel kans hebben voor een kleine melding. Als het dan leuk is, dan gaan we natuurlijk dat is nog goed. Even mee. Dan gaan we even tikken. Oké, let's go. Met de overlastgever. We hebben een goed gesprek gevoerd en we gaan het gewoon vastleggen in het systeem. Maar wij hebben helaas zelf de overlast niet geconstateerd. Hoe vond je het vandaag? Ik wilde eigenlijk zeggen, we hebben de administratie dus nu afval. Het is trouwens echt heel geel licht hier binnen trouwens. Het is niet heel mooi. Je kunt nog wel even niks aan doen, misschien bij de color crush. Maar goed, hoe ik het vond? Ja, daar ben ik vond het rustig. Maar hoe vond je het met mij? Vond je het gezellig? Ja, ik vond het heel gezellig. Dus lachen, we hebben bijgekletst en dat is een goed teken. En qua werk aan bod hebben we het vrij rustig gehad aan het einde. Snel. Ik baar enorm dat die scooter, dat hij zo snel... Ja, hij wist gewoon echt goed te weg. Hij wist gewoon die paal. Maar we hebben de beelden. We hebben de beelden inderdaad. We verspreiden binnen het basisteam. Dus hopelijk dat er een herkenning op komt. En dat we misschien nog achteraf even een slag kunnen maken. Maar dat gaat Jan Willem natuurlijk niet meer meemaken. Nou, ik hoor het als het zover is. Moet je me laten ik heb weten. Je gelijk. Ja, is goed. Gaan wij nog even de administratie doen? Nog even de bevinding allemaal mutatiepapier zetten, geluidsoverlast wegtikken. Wil je nog wat zeggen?
Nee, laten we dat eerst maar gaan doen. Oké. Bedankt jullie alvast weer voor het kijken. Laat eens een duimpje als je het nog niet gedaan hebt. Abonneer. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Later. Doei.